Jesaja 55 vers 1 sê die Here: kom allemaal wat dors is, kom naar die water toe. Zelfs ook die wat niet geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop zonder geld en zonder om te betalen wijn en melk. Ik weet niet of alle predikante met mij zal samenstemmen, maar een van die moeilijkste boodschappen om voor mensen aanvaardbaar te maken is die van die vrije genade van God. Is of mensen voelen, maar dit kan toch niet zo makkelijk wees nie. Moontlik kom dit van Adam en Eva af, uit die menselijke natuur, dat ons niet van Godse genade wil lewe nie, dat ons te trots is om onszelf maar net op God te verlaten. Ons wil tenminste zelf ook iets presteer, zodat ons verlossing op die een of andere manier daarom ook ons eie verdienste is. Dus ook om die fariseers en die skrifgeleerdes soveel klem op die nakoming van die wet en zijn fijnste besonderhede geleerd. Als een mens stel reels en wette het, wat jy net so een na die ander kan aftiek soos jy dit nakom, is het daarom baie makkelijker. Dan voel jy mos of jy een aandeel in jou verlossing het. Dalk is het ook een uitvloeisel van die baie goeie gewoonte dat een mens alles wat jy wil hê in die lewe moet verdien. Ons wordt groot gemaakt met die lesse dat niks in die lewe verniet is nie. So as jy nou skielik daar by die supermarkt kom en jy sien een kennisgewing wat sê, vandaag kan je alles verniet krijgen. Koop wat je wil, zonder om te betalen. Dan denk ik, die meeste van ons zal huiverig wees, om van daar die aanbod gebruik te maken. Ons zal denken, dit is maar net een set, om ons uit te vangen. Voor alles het dan nou ook sê, dit is niet maar net om hulpbehoevende mensen en die basisse middelen te voorzien, maar je kan sommer ook luxe items verniet krijgen, zoals wijn en melk. Maar die boodschap van genade wil eindelijk voor ons sê, dat die verandering wat God van ons vraagt so groot en radicaal is, dat ons het nooit zelf kan bijbrengen of in ons leven kan bewerken. Die boodschap van verlossing uit genade veronderstel immers juist die grootste denkbare verandering in een mens se leven. Dit is alles behalve een boodschap van een goedkoop skulderkenning en een nog goedkoper toezegging van genade. Dit is niks minder nie as die boodskap van een radicale omkeer van een mens se lewensrigting, een totale oorbegin, een herskepping, soos wat ek gister gesê het. Die werklike eis wat die boodskap van genade aan ons stel, is om aan die einde van onszelf en ons selfhandhawing te kom, en onszelf eenvoudig in die hande van God te werk. En dis nie makkelijk nie. Inteendeel, dis vir die mens soos wat ons van nature is, totaal onmoontlik. Die boodskap, dat ons uit genade alleen gered word, word dan ook aan ons verkondig met die veronderstelling dat ons uit onszelf in staat is om dit aan te neem nie. Want ons is nie. Dit word aan ons verkondig met die gebed om die Heilige Gees wat alleen in staat is, om mij tot een punt te brengen waar ik zo totaal anders word, dat ik op niks anders meer hoop nie, als maar net op die genade. Kom ons bid saam. Hemel Vader, vergewe mij, dat ik mij elke keer weer zelf een aandeel wil hebben in mijn redding. Help mij om eenvoudig die genade te aanvaarden. Want zelfs dit kan ik niet zelf doen. In Jezus' naam. Amen.